Bobke Berghout, we staan op de wereldbekerwedstrijd in Hyères en het gaat heel goed met jullie. Jullie staan dik op kop, zoals dat heet. Vertel even kort over hoe de week ging. Nou, we hadden in de eerste dagen gewoon supergoeie wind en dat is altijd wel lekker voor ons. Een hele stabiele serie tot nu toe neergezet. Vandaag was echt wel de dag dat, dat we onze slag konden slaan door een stabiele dag neer te zetten. En dat hebben we gedaan. Op zich een 15e plek in de eerste race denk je van, nou, dat is niet zo best. Maar als de andere concurrentie die dichtbij staat het nog slechter doet, dan scoor je daar toch weer een voorsprong mee. En in de laatste race van vandaag een tweede plaats en ook onze concurrentie weer een slechte race. Dus we hebben onze afstand wel verbeterd vandaag. Ja, en want jullie zijn, dat zei je eerder ook, op zoek naar vormbehoud. Dat is ook een heel belangrijk ding om te realiseren, toch, voor jullie nu? Klopt, vormbehoud is iets belangrijks. En zeker na Palma, waar het wat minder ging, is dat toch wel een heet hangijzer geworden. Maar we moeten daar ook weer niet te druk over maken, want een top 12, dat moet je wel varen als je om de medailles mee wil doen op de Spelen. Dus aan de ene kant is dat belangrijk hier, maar we moeten ook aan een aantal processen werken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor deze week. En de buitenwacht denkt er wel eens van, wat is er met Westhoff en Berghout aan de hand? Het gaat niet zo goed, Spanje ging wat minder, hier gaat het weer. Wat is het geheim hier? Wat gaat beter? Met meer wind hebben we gewoon een supergoeie snelheid en wordt de tactiek simpeler. En blijkt ook weer dat we nu gewoon ontzettend goed mee en eigenlijk wel de snelste en de beste zijn met meer wind. Met minder wind in Palma was toch wat lastiger en daar hebben we ontzettend veel van geleerd. We zijn een aantal dingen tegengekomen, ook daar weer. En die hebben we allemaal geanalyseerd en genoteerd. En gezegd, nu moeten de dingen toch wel eens een keer op zijn plek gaan vallen. En er niet meer te veel over nadenken of over praten, maar het gewoon doen. En dat was onze aanpak voor deze week. De dingen op zijn plek laten vallen. En dat lijkt goed te lukken. Zoals vandaag waren we gewoon supergoed samen bezig om te kijken wat we zagen, wat er gebeurde met het veld. En wat conservatiever varen met name. Zeker als je voorin ligt. Niet nog voor die laatste bootjes die nog verder door naar rechts gaan, om die nog voor te blijven. Maar gewoon boven het veld overstag gaan en een klassement varen. En dat hebben we vandaag heel goed gedaan. Dus beter samen aan boord, niet te gretig zijn en dingen op zijn plek laten vallen. Dat is een wereldformule dan. Ja, we hebben gewoon in de afgelopen jaren een heleboel dingen voorbij zien komen. En een heleboel dingen aangestipt van dat moeten we doen, dat moeten we doen, dat moeten we doen. En nu moeten die dingen op zijn plek gaan vallen en moeten stabiel worden. En Palma was daar nog even een hele goede confrontatie in. Dat is ook de reden dat we het WK in Barcelona nog meepakken, wat we eerder niet zouden doen. Om daar nog even extra aandacht op minder wind te leggen. En dan richting Engeland. Nou, voorlopig ziet dat vormbehoud en die nominatie, de Olympische kwalificatie, ziet er goed uit. Dus succes nog voor de rest van de week. Ja, en we staan mooi bovenaan, dus we gaan zeker voor de winst. En dan komt die top 12 ook al goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel.